Welkom bij Smiling Spirit Meditatie Wees als de Zee. Hoi, ik ben Caroline. Leg je handen ontspannen in kommetjes en ga goed rechtop zitten in kleermaker zit of ga lekker ontspannen liggen. Sluit je ogen en adem dan heel diep in naar je buik. Houd je adem even vast en laat dan los, alsof je een ballonnetje leeg laat lopen. Dat doen we nog een keer. Adem heel diep in naar je buik. Houd je adem even vast. En laat dan het ballonnetje weer leeglopen. En dan de laatste keer. Adem diep in naar je buik. Houd je adem vast. En laat los. En richt dan je aandacht naar binnen. Adem rustig in en uit door je neus. En merk op hoe de energie anders is als je ogen dicht zijn, in vergelijking tot als ze open zijn. Hoe voelt het als je ogen niet hoeven te kijken naar alles wat er gebeurt? Alle dingen die je opneemt en ziet, waar je allemaal niet op hoeft te reageren. En voel dan je ademhaling. Waar bevindt je ademhaling zich? Is je ademhaling al rustig? En volg dan je ademhaling. Observeer je ademhaling. Probeer er maar naar te kijken. Hij gaat rustig in door je neus. Hij vult je borst en je buik. En dan zakt je buik naar beneden. In je borst en dan gaat hij weer uit je neus. Je volgt je ademhaling en je volgt alles wat er in je lichaam gebeurt. En wat er in je lichaam gebeurt is niet omdat jij dat wil, maar omdat dit de beweging is van je lichaam van dit moment. Je ademhaling is net als bij de zee, met eb en vloed. De zee ademt in met eb en ademt uit met vloed. Voel maar die golvende beweging in je lichaam. En dit gebeurt zonder dat de zee er invloed op heeft. Zonder dat jij er invloed op hebt. Je lichaam doet dit helemaal zelf. Kijk naar je ademhaling en stel je dan voor dat jij een hele grote zee bent, nog veel groter dan dat jij kunt bevatten. De zee is uitgestrekt en ruim. En hoe verder je de zee bekijkt, hoe minder het opvalt wat er allemaal aan de oppervlakte gebeurt. De ademhaling zijn als golven die komen en gaan. Die zijn bijna niet zichtbaar. Zo groot en uitgestrekt is de zee, ben jij, maar is wel constant gaande. De zee en de ademhaling zijn de basis, de continue beweging van het in- en uitademen. En deze beweging maakt dat er onder de oppervlakte van alles gebeurt. En natuurlijk ook op de oppervlakte, zoals gevoelens, stromingen, transporten, verkrampingen, versnellingen. Voel maar dat je ademhaling is als de zwaartekracht die zorgt dat de kust zich uit kan rollen. De zwaartekracht die maakt dat jij deze ervaring hebt in dit lichaam. Met deze gedachtes en gevoelens. En merk dan op dat nu je ogen dicht zijn, dat het niet uitmaakt dat je niet iets ziet. De beelden blijven maar komen en gaan. Je kunt dus eigenlijk gewoon zien zonder je ogen te gebruiken. Je ziet zonder werkelijk te kijken. En iets willen te zien. Beelden komen op.
zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. En laat die beelden, net als je ademhaling en de zwaartekracht zijn. Laat ze maar door je lichaam vallen en stromen. De beelden zijn niet belangrijk of onbelangrijk. Ze zijn een onderdeel van je lichaam en de dynamiek van je geest. Het zijn reflecties op het water en door het water heen. Voel de deining van je ademhaling in je lichaam. Alsof je op het water ligt en het water zachtjes kabbelt. Het wateroppervlak is rustig en jij bent zachtheid en rust. En dit is de rust die er continu is, die altijd aanwezig is. De constante stroom, ongeacht gevoelens, confrontaties, sterke verlangens. Ook als is de zee soms wild of stormachtig, dan is er altijd die onderstroom van rust en ontspanning. De continue stroom die voorbij gaat aan een ervaring. Voel deze rustige onderstroom, net als je ademhaling en net als de zwaartekracht. En weet dat je hier altijd naar terug kunt keren en de rust en ontspanning in jezelf kunt vinden. Laat jezelf nu rusten in de onderstroom. Laat jezelf nu dobberen op de zee. Laat jezelf genieten van de continue veranderingen en bewegingen in je lichaam en in je gedachtes. En beweeg gewoon zachtjes mee.